is nog aan het uitzoeken. Wat vindt u zo leuk aan reizen? Nou, gaan we het vragen. Oké, Sander, ben je mogen horen? Ja. Als je het kan horen, want het is heel lastig. Ik kan jullie zien. Maar ik kan jullie niet horen, dus jullie kunnen heel veel lawaai maken. Dat maakt mij helemaal niks uit. Jullie kunnen gillen en schreeuwen en zingen. Maar eerst, als jullie me nu kunnen horen, willen jullie dan allemaal je armen de lucht in steken? Yes! Oké, dan is het goed. Dan ga ik je vraag beantwoorden. Wat vind ik zo leuk aan reizen? Ik vind gewoon niks leuker dan reizen. Ik heb altijd al mijn geld en alle tijd besteed aan reizen. Al toen ik 15 was, begon ik met een rugzak door Europa te trekken. En daarna ben ik door Latijns-Amerika gegaan, door Afrika. Ik heb geslapen met leeuwen om me heen. Ik heb tussen de gorilla's gewandeld. Ik heb heel veel andere mensen gezien in plekken die je niet voor mogelijk houdt, die eruit zien als een sprookje. En ook daarom, omdat ik op reis altijd zulke fantastische ideeën krijg voor nieuwe boeken, daarom hou ik zo van reis. Reisland is of Brazilië, waar je carnaval hebt en waar je hele mooie vogels hebt en hele mooie stranden en ook nog indianen en heksen. Of Mozambique, omdat je daar zo heel goed kan duiken en zwemmen met de grootste vissen ter wereld. Die zijn wel 3 meter groot. Zodra ik kon schrijven. Dus zodra ik kon schrijven, ben ik begonnen met verhalen te schrijven. En ik was ook altijd heel erg dol op als je in de klas verhaaltjes moest schrijven en later kon je dat dan opstellen. Dat vond ik het allerleukst om te doen. Maar dat het echt boeken zijn geworden, dat heeft best nog wel lang geduurd. Ik heb eerst nog allerlei ander werk gedaan. Ik heb nog in theater gewerkt. Ik heb u gestuurd hebben en nou, mag je eentje voorlezen, 2. Worden de stieren echt gedood? Worden de stieren echt gedood? Ja, dat in mijn boek staat, is ook echt waar. Als je in Sevilla komt en je gaat naar het stierenvechterstadion, waar vandaag, terwijl wij met elkaar zitten te praten, op dit moment ook gewoon stierenvechten aan de hand zijn. Maar als die er niet zijn, dan is er een museum bij en daar hangen ook echt al die koppen, afgeharkte koppen van stieren aan de muur. En wat ik niet wist, en wat mijn dochter ook niet wist, die was ook zo geschrokken toen we daar kwamen, die is nog een keer zo oud als jullie, dat inderdaad bij elk stierengevecht aan het eind de stier doodgeprikt wordt met een soort, allemaal lansen worden in hem gestoken. Dat is de waarheid en niet 1 keer, maar per jaar in Spanje wel zo'n 35.000 stieren. Dylan. Gaan even zoeken. Anders had je misschien zo een losse vraag. Ja, dat was vraag. Best wel, wel veel. Hoe heten ze dan nu? Wie bedoel je? Hoe heet het in Spanje?
waar ze woont? Of hoe zij heet? Nee, hoe heet het daar dus? Oh, hoe heet het dus? Oh ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben al zo onnozel soms. Hoe heet ze daar? Donderdag was het nog niet zo heet, toen heb ik wel met haar gemaild, maar nu. Het is nu, ik wou trouwens eerst even zeggen dat ik het zo leuk vind dat er zoveel jongens vragen stellen. Nu weer Dylan. Het lijkt wel alsof we helemaal geen meisjes in mijn boeken hebben gelezen. Maar misschien is het ook niet in boek. Maar misschien niet, moeten jullie me maar vertellen. Maar Dylan, het is nu in Spanje ongeveer 20 graden. Valt het mee? Nee. Kunt u een voorbeeld geven? Oh, er komt nog wat bij. Een voorbeeld van Spaans. Een Spaans woord. Mag er vast wel gaan zitten. Een mooi Spaans woord of zin. Oh, dat is wel een beetje moeilijk, denk ik. Zitten jullie nu op mij te wachten of wacht ik op jullie? Ze denken natuurlijk ook, ik weet niet of dit wel goed is daar. Maar dat is een grapje. Ander woord. Aardappelschilmesje. Wat moet ik met een aardappelschilmesje? Spaans. In het Spaans. Dat kunnen we nou goed horen. Ah, eindelijk. Patatas, dat zijn aardappelen. Mesje? Oh jee, cuchillo, een mes. Cuchillito, een klein mesje. Cuchillito de patatas, denk ik. Ha, daar hebben jullie me niet te pakken. Wow, cuchillo de patatas. Nou, ander. Vind ik moeilijk, is vaak het laatste boek wat ik heb geschreven. Maar ik heb hier ook dit boek, en dat is nou weer, misschien wel weer een meisjesboek. Het is in ieder geval heel roze. Kijk of we het in beeld gaan krijgen. Schrijvers die zelf ook tekenen en heel mooi tekenen. Maar ik ben iemand die alleen maar schrijft. En de tekeningen worden er dan later bijgemaakt door een. En als jullie nou even opletten wat er nu getypt wordt, er komt nog een verrassing voor de kinderen. Wij gaan de zaal een beetje verbouwen.